Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door OCZ, MSI en ASUS. BTO Notebooks, Best Gaming Experience. Bij Hardware Info TV. Deze week bespreken we een nieuwe NAS van LG. Daarnaast nemen we een frisse duik in de wereld van UPS-systemen. Maar we beginnen met de twee unlocked processors die Intel vorige week introduceerde. Mijn naam is Koen Krijns, naast mijn collega Frank Everaert. Ja, over weinig producten is zoveel gespeculeerd als die unlocked processors van Intel. Ja, het is natuurlijk wel een product wat je vaak ziet met van die testprocessors die ze op de markt brengen, die er zijn voordat de definitieve processor op de markt bracht. Maar Intel die was eigenlijk altijd wel netjes en bracht alleen maar processors op de markt die altijd gelokt waren. Ja, nou laten we misschien even voor de kijkers die niet helemaal into het wereldje van overklokken zijn, even heel snel uitleggen wat dat nou betekent. Locked en unlocked. Nou, weet allemaal, een processor werkt op een bepaalde klok. Frequentie, 3,2 gigahertz bijvoorbeeld. En die klokfrequentie die bestaat uit een bepaald getal, die multiplier, maal de basisklokfrequentie. En die is bij een moderne Intel-processor eigenlijk altijd 133 megahertz. Nou, hoe hoger die multiplier dus, ook hoe hoger de klokfrequentie wordt. Alleen eigenlijk bij vrijwel alle Intel-processors is die multiplier vastgezet op een bepaalde maximale waarde. Dus ja. Bij een 3,2 gigahertz processor die heeft een bepaalde multiplier. En hoger dan dat krijg je hem niet. Ja, je hebt alleen die hele dure extreme processors waar dat niet voor geldt. Maar ja, dat zijn eigenlijk processors. Ja, dat moet je echt super liefhebber zijn om er zo eentje te kopen. Exact. Intel heeft altijd in het sortiment wel geteld één unlocked processor. En dat is dan meteen het meest exclusieve exemplaar. 1000 euro. Dus alleen voor echt de crème de la crème van de overklokkers kan zich dat veroorloven. De meeste mensen niet. Nou, de andere processen moet je dan dus overklokken door die busfrequentie omhoog te doen. Want ja, als die basisfrequentie, want als de multiplier vastzit, is dat het enige wat overblijft. Alleen het nadeel met het overklokken van die basisfrequentie is dat eigenlijk alle andere dingen binnen het systeem daar ook aan gekoppeld zijn. Als je die basisfrequentie 10% hoger zet, dan gaat die processor ook 10% sneller werken. Maar de geheugencontroller ook, dus je geheugen gaat mee, je chipset gaat mee. Nou, allemaal andere dingen binnen de computer gaan ook mee. Dus je loopt heel snel tegen een bottleneck aan, terwijl als je die multiplier zou kunnen verhogen, ja, dan is het overklokken eigenlijk gewoon een stuk makkelijker. Ja, kijk, vroeger is dat wel eens eerder zo geweest dat het relatief makkelijk was. Dat was nog in de tijd van die eerste Celerons. Toen had je zo'n Celeron die op 333 megahertz werkte en die je dan op een hogere bussnelheid kon zetten. Ja, maar goed, op een gegeven moment heeft Intel al gezien, ja, die multipliers loshouden, dat is eigenlijk niet zo slim, want wat natuurlijk kan gebeuren is, nou, overklokkers vinden dat leuk. Maar er zijn ook lieden in deze wereld die daar goed misbruik van kunnen maken. Als jij iedere processor unlocked hebt, en bijvoorbeeld in het geval van een Core i5, stel dat ze allemaal unlocked waren, dan zou je een 860 unlocked zou je eigenlijk kunnen instellen als 870. En een malafide computerwinkel zou dan die goedkopere processor als zijnde een snellere kunnen verkopen. Ja, en dan is het maar net de vraag of hij goed blijft werken, want dat blijft altijd een klein beetje gokken. Exact. Maar goed. Wat heeft Intel er nu eigenlijk toe gedwongen om toch unlocked processors op de markt te brengen? Dat is eigenlijk dat AMD er heel veel succes mee heeft. Ze hebben verschillende zogenaamde Black Edition processors. Dat is eigenlijk hun naam voor zo'n unlocked variant. En wat AMD eigenlijk heel doet, is dat ze heel slim is dat ze aan het eind van al hun productgamma's, dus de snelste Phantom 2 X2 en de snelste Phantom 2 X3, nou, al die snelste varianten, daar hebben ze allemaal zo'n Black Edition, dus een unlocked versie van. En dat is leuk voor overklokkers. Die kunnen dus bij AMD zelfs al voor minder dan 100 euro koop je zo'n unlocked processor. En dat is voor overklokkers echt superleuk speelgoed om mee aan de slag te gaan. En dat merkt Intel dus ook wel, dat ik juist die heel belangrijke doelgroep die graag veel geld uitgeeft aan computers, toch steeds vaker die overstap naar AMD maakt. Ja, kijk, en het is natuurlijk ook gewoon leuk om een beetje zelf mee te experimenteren. Je hoeft er natuurlijk niet diehard overklokker voor te zijn, maar je kan er net even een beetje meer performance uit halen en dat kan net de moeite waard zijn. Ja, nee, juist. Je hoeft eigenlijk juist niet nu een diehard overklokker te zijn, omdat het zo makkelijk is. Ja. Nou, er zijn er dus nu twee. Ze hebben er twee uitgebracht te herkennen aan het achtervoegsel K. We hebben enerzijds de Core i7-875K en anderzijds de Core i5-655K. Nou, eigenlijk zijn het twee processors die
vrijwel identiek zijn op die unlock multiplier na aan twee bestaande processors. Die 875 is eigenlijk identiek aan de bestaande Core i7-870. Dat is een zogenaamde Linfield processor. Socket 1156 dus, quad-core, werkt standaard op 2,93 GHz. Die Core i5-655K die is eigenlijk compleet identiek aan de bestaande Core i5-650. En dit is zo'n Clarkdale-processor, dus 32 nanometer dual-core, maar wel met geïntegreerde videokaart. Nou, en je ziet dus ook dat als je naar de prestaties gaat kijken, uiteraard zijn we met beide processors flink aan de slag gegaan, dan zie je dat je er toch een flink wat uit kunt puiteren. Ja, we zijn even gaan kijken wat we ermee kunnen als we gewoon gebruik maken van standaard luchtkoeling. Kijk, met vloeibare stikstof kom je natuurlijk altijd veel verder, maar de meeste mensen hebben gewoon luchtkoeling, dus hebben we er even wel een flinke goede CPU-koeler op gezet. En we zijn gaan kijken hoe ver komen we met overklokken als we alleen die multiplier aanpassen. Dus de basisfrequentie houden we hetzelfde, geheugen houden we hetzelfde. Alles blijft gewoon identiek, behalve die multiplier. Standaard stapjes omhoog. Om even met die 875 te beginnen. Dus een processor die werkt standaard op 2,93 GHz. Dus multiplier 22. En daarmee haalt hij een Cinebench 11 score van net iets meer dan 5 punten. Nou, wat blijkt? Die multiplier die kan heel wat stapjes omhoog. We kwamen uiteindelijk tot multiplier 30. Dat is exact 4 GHz uit. Zonder het voltage ook maar iets te hoeven aanpassen. Alleen die multiplier en het ding bleef stabiel werken. En dan heb je al een Cinebench score van 6,7 punten. Dat is een aardig stukje meer. Ja, en wel even belangrijk. Het is heel erg afhankelijk van de temperatuur. En het is heel erg afhankelijk van de processorkoeler die je gebruikt. Exact. We hebben een goede koeler gebruikt. En we hebben het ook gedaan in een ruimte waar airconditioning is. Dus zeg maar waar de ruimte zelf gewoon wel redelijk koel bleef. Onder de 20 graden. Maar goed, het is niet niks. Van bijna 3 GHz zonder het voltage aan te passen naar 4 GHz. Dat is heel wat. Nou, we zijn ook nog even met het voltage wezen spelen. Ja. En dan halen we het om 4,5 GHz. Ja, Intel geeft in de specificatie van de processors aan dat het bij Linfield veilig is om tot 1,55 volt te verhogen. Dus we zijn in stapjes gaan kijken, waar komen we op uit? En inderdaad, bij dat maximum voltage meer dan 4,5 GHz. Dus die processor is meer dan 50% erbij. We gaan van multiplier 22 keer naar 34 keer. En dat eigenlijk maar gewoon met twee simpele dingen in de BIOS aanpassen. Die multiplier hoog en het voltage. Het is echt een flinke stap vooruit. En je ziet dus ook dat de Cinebench score die gaat van iets meer dan 5 naar 7,62. Dat is meer dan de helft qua prestaties erbij. En met de i5 zijn we het uiteraard ook aan het spelen geweest? Ja, de i5 die werkt standaard op iets hogere klokfrequentie, 3,2 GHz. Dus dat is multiplier 24. Kan iedereen narekenen. 24 keer 133 is 3200. Ook hier geldt weer, als je het standaard voltage gelijk houdt, dat is 1,13 volt bij deze chip, kom je een heel eind tot multiplier 31, ofwel meer dan 4,1 GHz. Zonder iets anders aan te passen, alleen die multiplier omhoog en dan blijft die stabiel werken. En met weer wat voltage erbij, dit is een 32 nanometer chip, dus die kan eigenlijk moet je die iets minder voltage geven. Hier zijn we tot de veilige grens van 1,5 volt gegaan. Dan multiplier 35, dus meer dan 4,6 GHz, bijna zelfs 4,7 GHz. En een chip die standaard op 3,2 loopt, dus dat is wel een flinke stap vooruit weer. Nou, als je bij AMD kijkt, dan zijn vaak die Black Edition processors ietsje duurder dan de standaard processors. Ja. Maar hier is dat niet altijd het geval. Nou, maar dus voor de 655 geldt dat ook. Die is ietsje duurder dan de 650. Het scheelt niet heel veel, het is tientjes werk. Die 875, dat is wel even opvallend. Want die 870 processor, dat is eigenlijk een Core i7, die kost normaal iets van €550. Nou, het zal niemand verwonderen dat die processor totaal niet populair was. Er zijn maar heel erg weinig mensen die hebben. Ook als je in de user systeem op de site gaat kijken. Ja, niemand gaat een Socket 1156 processor van zoveel geld kopen. Nou, dat heeft Intel ook wel ingezien. En die 875, die hebben ze dus stukken goedkoper gemaakt. Die kost ongeveer €350, dus zo'n €200 goedkoper dan dezelfde chip die locked is. Dus ja, we mogen wel concluderen dat die 870, die zal vermoelijk heel snel van de markt verdwijnen. Want eigenlijk is geen reden meer om die te kopen. Eigenlijk is dit een soort prijsverlaging. Het is prijsverlaging. Intel had daar een processor die gewoon niet verkocht werd. Iedereen had wel zoiets van, als ik €500 of meer in een processor uit ga geven, dan kies ik niet meer voor dat Socket 1156 platform. Nee, dan ga je voor 1366. Dan ga je direct voor dat luxere 1366. Dus ja, dat was gewoon een onzinnige processor. Die is nooit echt heel goed verkocht. Slimme prijsverlaging, die €350, is echt voor de prestatie van deze processors heel goed. En ja, nogmaals, juist omdat je hem zo makkelijk kunt versnellen, zeg maar, zelfs als je helemaal niks van overklokken weet, je zet gewoon die multiplier wat hoger en je zit op 4 GHz. Moet je moederbord het wel aankunnen, hè? Ja, maar het geldt wel. Ik ken eigenlijk geen enkel P55 moederbord wat dat niet kan, die multiplier aanpassen. Dus ze zullen er vast zijn, misschien echt hele goedkope. Je moet wel even opletten op je BIOS. Even goed opletten, maar ga er maar vanuit dat het kan.
En dan met zo'n simpele handeling, ja, dan heb je echt wel een leuk systeem voor nu relatief weinig geld.